trainen, Gardevoir. En het is weer een dubbele poolkaart pakje. Weet ik veel hoe je dit noemen wil. Wat? Want hierachter zit gewoon weer wat. Yo, Nintendo fans. Weten jullie nog dat ik deze kaart uit een pakje haalde? Dit is de allerduurste kaart uit de Astral Radiance set. En weten jullie nog dat ik naar Londen ben geweest voor een video over Pokémon Scarlet en Violet? Daar kreeg ik maar liefst 16 pakjes uit de Astral Radiance set. Dus deze gaan we vandaag uitpakken. Dus knal die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Daar gaan we. We beginnen met een Electric Energy Rocks Sand, Curlia, Grant, Sudowoodo, Magnemite, Ralty, een Hisuian Sneaseltje, Misdreavus, Reversus Dewood. Lekker aan het chillen in een zwembad. En als laatst, Vespiquen. Niet echt een heel goed begin, maar hé, mijn pools zitten meestal aan het einde van de video. Pakje nummer 2. In de vorige pakje staat trouwens niet eens een codekaart. Echt super raar. Pakje nummer 2 heeft de Psychic Energy, Dartrix, Drifblimpie, de Trekking Shoes. Yo, maar dit lijkt net alsof het op zijn Nederlands geschreven is. Trekking. Anyway, hoedhoedje, Cricktoad, Sudowoodo weer, Gambi. Oh, ik vergeet er één. Drifloon. De reverse is een Ursaluna. Dat is best wel een coole reverse eigenlijk. En als laatst, Evolugue. Alsjeblieft, nog een codekaart. Maar ja, we hebben 16 pakjes. Dus er zit ook in heel veel pakjes gewoon niks, denk ik. Shieldon. En dan Uxie. Een Hisuian Overquill. Ja, dat is wel een van de toffere Hisuian Pokémon nog steeds, hoor. I love Overquill. Mantine. Hisuian Voltorb, die ik eigenlijk ook wel grappig vind. Hisuian Basculin. Allemaal Hisuian Pokémon. Glammeow. Poitiena. Oeh, Radiant Heatran. Als ik een Radiant kaartje krijg uit deze set, is het bijna altijd Heatran. Nou ja, helemaal prima. Misschien moet ik weer een keer een giveaway doen. Duw even de duimpjes omhoog en laat een reactie achter als jij een giveaway wil. Bij 2000 duimpjes doe ik een keer een giveaway in de shorts op YouTube. Beloofd. Anyway, het laatste kaartje uit dit pakje is een Regieleki. Pakje nummer 4. Ik geef ook gewoon alle codekaarten weg. Eigenlijk is dit al een soort van giveaway video. Oké, de Fire Energy. Golduck. Grant. Hisuian Electrode. Dan hebben we hier Psyduck. Een Togepi. Een Magnemite. Ralty. Oh, Hisuian Sneasel. Een Wishcash Reverse. En als laatste hebben we nu Thievul. Ja, zo gaan we er lekker snel doorheen. Maar weet je, het kan alleen maar beter worden op deze manier. Alsjeblieft, weer een codekaart. En weer de 4-star kaart. Oh, ik zie een randje. Oh, ik heb gespoild de eerste goede pool uit deze video, jongens. Die zit eraan te komen. Featherball. Hippodown. Energy Lotto. Ruffalet, Ponyta, Rowlet. We gaan gewoon snel door naar Bronzor, Oshawott. Oh, Shadow Rider Galarax. Oh, oh, het zijn twee pools. De Shadow Rider Galarax Full Art V en een Hisuian Decidueye. What? Oké, lekker pakkie. Heerlijk. Gewoon twee goede kaarten in één pakkie. Oh, maar deze is ook mooi. Kijk deze art. Heel vet. De trainer staat bij Galarax V. En omdat ik een randje zag, dacht ik dat ik gewoon heel snel wilde gaan. Maar daarachter zat gewoon nog een pool. De Hisuian Decidueye V-kaart. Oh, lekker zeg. Dit is wel echt een bazenpakje, hoor. Ik pak er snel even de Astral Radiant sleeves bij. En dan sleeven we gelijk even de eerste drie goede pools. Lekker dit, zeg. Oh, love it. Er zit er in één keer zo'n heel goed pakje tussen. Daarom moet je ook gewoon altijd de hele video kijken. Want je weet natuurlijk nooit wanneer de goede pools komen. We hebben hier zelf een Switch card. Uxie. Nou, we hebben dan ook een Miesprit in het pakje. Wel een Burgmite, Rufflet, Ponyta, Jettoad, een Bronzor, Reverse Togetic. Oh, deze kaart ken ik ook nog niet. Volgens mij heb ik die helemaal nog niet in de normale vorm. Maar best wel cool om deze te hebben. En als laatste hebben we hier de Hisuian Basculin. Die Togetic was wel leuk. Het zou echt heel ziek zijn als we nog een keer zo'n pakje met twee pools hebben. Let's go. Fire Energy. Cricketune, de Unidentified Fossil. Bronzong, vet trippy kaartje, maar ik vind het wel een leuk kaartje, moet ik eerlijk toegeven. Togepi, Combi hebben we al gezien. Chattoad hebben we al gezien. Psyduck hebben we ook al gezien. Dan hebben we hier Drifloon. Een Reverse Miesprit. In dit pakje dus wel een Miesprit. En als laatst... Oh, het is een Diancie. Holo Rare. Volgens mij is dit pas onze eerste Holo Rare uit deze video. Vet schattige art wel. Nice. Zouden we nog een Secret Rare vinden in deze video? Want dat zou natuurlijk helemaal cool zijn. Een alternative art of een Secret Rare lijkt me wel cool. We hebben hier Shieldon. Psylene. Burugly. Nickit. Hippopotus. Cyndaquil. Hisuian Quillfish. Hisuian Growlithe. Een Reverse Golduck. En als laatste Hisuian Overquill. We hebben gewoon nog 10 pakjes over. Volgens mij hadden we zelfs 18 pakjes en niet 16. Let's go. Steel Energy. Psylene.
Granidoos, een Featherball, Bronzoortje, Oshawott, een Hoothoot, een Cricket Toad, Standler, die hebben we nog niet gezien in deze video, Reverse Radiant Greninja! Oh, deze vind ik heel cool. Deze heb ik ook nog niet, dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Zit er nou... Dit is weer een dubbele pool. Dit is weer een dubbele pool, jongens. Wat zit hier dan achter? Hisuian Samurott. Dus we hebben nu Decidueye en Samurott. Dan moeten we eigenlijk de derde starter ook nog hebben. Maar hé, mag ik even de aandacht voor deze Radiant Greninja? Hoe ziek is deze kaart? Oh, wat vet. Ik vind hem echt heel erg mooi ook. De kleuren kloppen. Het is natuurlijk een shiny Greninja. I love it. En daarna dus deze Hisuian Samurott V. Ook heel cool. En gewoon weer een dubbele pool. Het is echt alles of niets vandaag. Of we hebben een pakje waar eigenlijk niks in zit. Of we hebben een pakje waar gewoon gelijk in één keer twee goede kaarten in zitten. Ik vind het wel leuk. Het lijkt wel Sinterklaas, joh, met al deze codekaarten. Pak ze trouwens niet allemaal, hè. Laat er ook gewoon een paar over voor een ander. Daar gaan we weer, hoor. Hoppakee, Switch card. Een Bisharp. Een Azelf. Barboach. Oeh, Scyther. Hey. Mijn favoriete Pokémon. Let's go. En Eevee gelijk. Die vind ik ook hartstikke leuk natuurlijk. Heracross. Teddy Ursa. Oh, een trainer Gardevoir. En het is weer een dubbele Popoelkaart pakje. Weet ik hoe je dit noemen wil. Wat? Want hierachter zit gewoon weer wat. Het is een Weirder V. Het zijn weer twee vette kaarten in één pakje. Wat gebeurt hier? Wat een mooie pakjes allemaal, joh. Ja, dit is zo leuk aan Astral Radiance. Er zitten dus Radiant kaarten in, TG kaarten. En deze kaarten vind ik eigenlijk misschien wel het allerleukst. Ja, en we kregen ook gewoon weer een Weirder V, joh. Het is echt... Het zit vol met goede pools deze video. Wat vet. Hoppakee. Weer twee erbij. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen als ik jullie de codekaart geef, dus alsjeblieft. Mag ik één dankjewel in de comments? Dan ga ik gewoon lekker verder met een Water Energy. De Spicy Seasoned Curry, lekker pittig. Girlia, Wait and See Turbo, Glammeow, Puccina, Swinub, een Hisuian Quillfish, Petilil in de Reverse Ralts en Hisuian Bravery. Hotzeflots. Laten we maar gewoon snel doorgaan. Dat lijkt me het beste. We hebben hier Kilava, een Golduck, de Super Effective Glasses, Hoothoedje, Cricketoe, Standler, al gezien. Is u een Quillfish? Al gezien. Zelfs Scyther hebben we al gezien. De Dark Patch, die hebben we volgens mij nog niet gezien. En als laatste, ja. Oh, dit wordt een mooie. Dit wordt een mooie, jongens. Wat is het? 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 Is u een Decidueye V-Star? Oeh, very nice. Dus we hebben de normale V en we hebben de V-Star nu van Hisuian Decidueye. Hey, en dit is trouwens het eerste pakje waar maar één pool in zit. Eindelijk. Trouwens, de sleeves zijn ook echt vet, hè? Van Astral Radiance. Dikke Darkrai op de achterkant. Heel cool. Oh, en dan hebben we gewoon nog steeds 6 pakjes, hoor. Eindelijk weer echt veel pools erin. Let's go! In dit pakje beginnen we met een Water Energy, een Golduck, een Grant. Die, ja, de meeste kaarten hebben we nu eigenlijk allemaal wel gezien, volgens mij. Barboach, hebben we die al gezien? Volgens mij die nog niet. Scyther ondertussen al 3 keer en Eevee ook al een paar keer. Heracross hebben we volgens mij ook nog niet gezien. Dan hebben we de Reverses in Yanma. En als laatst hebben we, oh, een Weirder. Een Holo Rare. Hij is wel mooi. Hij glimt echt heel mooi, deze. Alle codekaarten zijn voor jullie. Ongelooflijk. Let's go. Wishcash. Hebben we deze al? Volgens mij hebben we die ook nog niet gezien. De Sweet Honey Card. Een Cricketoon. Hisuian Quillfish. Scyther. Voor de zoveelste keer. Togepi. Gambi. Chattoad. Een Reverse Overquill. En als laatste hebben we Regidrago. Die Regis vind ik maar een gekke Pokémon. Hé, hey, nu heb ik weer een pakje zonder codekaart. Wat raar. Zou wel cool zijn als er dan wel gewoon iets moois in zit. Want ja, ik heb recht op een codekaart, toch? Die wat? Sweet Honey. Mantine. Een Hisuian Quillfish. Hisuian Basculin, Puccina, Glammeow, Reverse Cyndaquil. Nee, er zit ook gewoon niks in. Ja, tenzij je natuurlijk wel van de Regis houdt. Dan zit er wel een leuke kaart in. Ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Fighting Energy, Canceling Cologne, Pillow Swine, die hebben we ook nog niet gezien hoor. Deze trouwens ook niet. Dit is wel een leuke trainerkaart. Garnierin is Viger. Yanma, Swinub, Nickit, Petzeleel, Burgmite, Reverse Barboach en als laatst Shaymin. En normaal gesproken zou je blij zijn met de Shaymin, maar dit is zelfs geen Holo Rare meer. Wat? De disrespect. Dat is gewoon een mythical Pokémon. Ik heb een codekaart voor jullie. In het beginnen met Electric Energy, Heavy Ball, Hippodown, de Dark Patch, de Hisuian Sneasel en Misdreavus en Barboach en de Scyther en de Eevee en oh, Galarian Obstagoon.
Volgens mij heb ik deze al, maar dit is zo'n vette kaart. Met Pierce erbij natuurlijk. Love it. En als laatste, Holo Rare Caldeo. Ja, ik wilde gewoon even spieken of er misschien toch niet wat meer in zat. Maar hey, Galarian Obstagoon is wel de shizzle. Die is wel echt vet. Super drukke kaart, maar ja, love it. En dan jongens, het allerlaatste pakkie. Dit was sowieso al een vette video. En weer geen codekaart. Sorry, sommige pakjes zijn wel een beetje kapot. En wat zit er dan in het laatste pakje, jongens? Wishcash zit erin. De Tempel van Sinnoh. Een Ursaring. Hippopotas. Cyndaquil. Palniard. Hisuian Growlithe. Hisuian Voltorb. Reverse Bronzer. En als laatste Registeel. Maar dat maakt me helemaal niet uit, want in 18 pakjes hadden we best wel veel mooie kaarten. Galarian Obstagoon. Hisuian Decidueye V-Star. Heel nice. We hadden een Weirdeer V. I love it. Leuke kleurtjes. Een Gardevoir TG kaart. Heel cool. Een Radiant Greninja natuurlijk, met een heel mooi plaatje hier zo. De Hisuian Samurott V. De Radiant Heatran. Ja, dit was misschien nog wel de mooiste, de Shadow Rider Calyrex V Full Art. Heel cool kaartje. En natuurlijk de normale Hisuian Decidueye. Bij 2000 duimpjes ga ik in de YouTube Shorts dus een giveaway doen van een aantal van mijn dubbele kaarten. En daar ga ik ook 4 pakjes Lost Origin uitpakken. Dus wil je dat zien? Vergeet dan niet te abonneren. Knal die duimpjes omhoog. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!